de muiters, het zijn die makkers, het zijn die taaie rode rakkers. Dat zijn de slopers van de staat. Dat is de daad. En dat zijn meneer Adema van Scheltema. Er zijn heel veel van dit soort jongens. De muiters van gisteren zijn dikwijls de helden en martelaar van vandaag. Multatuli. Ja. Ja, vind ik een prachtige uitspraak. Ik heb net een boek over Indonesië geschreven. En de echte trigger om het boek te gaan schrijven was toch Multatuli geweest, eerlijk gezegd. Want dit verwijst natuurlijk naar activisme en naar maatschappelijk verzet. Als dit is de geschiedenis ook van onze stad, van Amsterdam. Klopt. Je wordt verguisd. Je wordt uitgelachen. En dan opeens ben je een held. Dat geldt ook omgekeerd natuurlijk. Je kan ook de helden van gisteren zijn de muiters van vandaag maken. De dissident wil nooit zelf dissident zijn. Dat is kitscherige romantiek. Dit is natuurlijk de zwarte burgerrechtenbeweging. Dit is het feminisme uit de jaren 70. Dus ja, dit is heel belangrijk. Ik was een paar jaar terug nog terrorist. En nu zijn scholen die gastlessen bij me aanvragen. Het is de buitenwacht die van een integere denker een dissident maakt. En dat is precies wat het proces van vereenzaming te werk stelt. De mensen die ons de weg wijzen, oh, die zijn irritant. We willen ze echt niet in onze omgeving hebben. Waarom zijn ze niet gezelliger?